good, Kelvin? My name is Kelvin, aka Kelvin. Hey, Otje, what's up? What's good? You okay? Otje, you good? What are you doing? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Het is deze hele maand Kelsember en dat weten jullie inmiddels al, want het is al bijna het eind van de maand. Wee, yo, dit is snel gegaan, man, is niet normaal. Kelsember, wee, yo, dit was één spannende maand. We zijn er nog niet trouwens, we moeten nog tot het einde, maar het is nice, man. Kelsember was een van de leukste maanden. Kelsember was sowieso een van de leukste maanden die ik ooit heb. Hé, wat doe jij? Oh, wat is je plan, bro? Wat is je Oké. Ik zal je eerlijk vertellen, ik ben blij als het voorbij is. En dat komt omdat ik mezelf helemaal de tyfus aan... ja, dat is gewoon niet normaal. Ik ben mezelf helemaal de tyfus aan het inwerken. Elke dag een video. Ja, man, ik weet niet hoe Enzo het doet, maar het is niet voor mij weggelegd, man. 400.000 volgers op Instagram behaald. 600.000 abonnees op YouTube. Ik ga gewoon... Oké. 31 december is natuurlijk de dag. De laatste dag van Kelsember, eigenlijk de laatste dag van het jaar. We sluiten samen het jaar af. 31 december komt er een video online, jongen. Hey, yo. You don't even wanna know, dude. Come on. Mag genoeg gelul van vooraf, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze hele maand is het Kelsember. Wat betekent dat ik elke dag een video maak, mits jullie het aantal likes halen. Wat ik je lippen op... Ik vraag jullie om 13.000 likes vandaag. 13.000, hey, yo. Wat gaan we vandaag doen? Nou, dat ga ik je even laten zien. Vandaag gaan we het huis afbreken. Hey! Feest! Hier in de zaal. Het is feest! Het is feest! Yes! 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 Het is zeker feest hier al! Yes! Ik zal je eerlijk vertellen, ik weet niet exact de reden waarom ik dat deed, maar hey, zo moet je gewoon een beetje gek doen, snap je wel. Oké, we hebben allemaal natuurlijk Instagram, zo niet, dan maak het aan en volg me op Instagram, @kalvijn. Filters! Als jij een foto maakt op Instagram en je denkt, ik weet niet zeker of het wel een goede foto is, moet het misschien even bewerken, zo... Ja, als je een foto maakt en die op Instagram wil plaatsen of op je waar dan ook, maakt er eigenlijk niet uit. En je wil wat mooier maken, dan gooi je er een filter overheen. En mannen doen soms gewoon even zo'n paar kleurtjes zo. Oh, nice, mooiere foto, maar mooiere kleurtjes en zo. Hey, ademen is zo moeilijk voor mij als film. Ik snap er gereed van. En vrouwen gaan er soms nog een stapje verder waarin ze hun gezicht dan even zo malen. Ze wat puistjes weg, zetten ze hun neus zo recht en het bordtieten groter en zo. Dat doen ze soms. En ik ga vandaag kijken of ik kan spotten of er op een bepaalde foto een filter zit of niet. Dus ik zie een fotootje, dan zeg ik nee en dan is het ja en dan is het oh nee, ik had het fout en dan let's go, Kelfam! De eerste foto is van een mooie dame bij een strand met een hond en ik denk dat er geen filter op zit. Recht to say, no doubt. Not even twijfeling for one second, dude. Let's go. Ja, ik denk niet dat er een filter op zit. Ik zal je vertellen waarom. Ja, ik weet niet. Ja, misschien ook wel, maar ik weet niet. Hoe gekke berg daarachter. Hey, yo, dit zijn echt enge dingen, man. Dit zijn enge dingen, man. Final answer. Geen filter. Let's go, Kelfam. I wanna know it. Yeah, boy. Hey. Mocht je nou afvragen, hey Kelvin, het is 26 december, waarom heb je geen kerstboom? Hey, daar staat die mensen. Geen, niet haat op mij, oké? Niet haat, ik zag comments die zeggen, hij staat gewoon daar. Daar! Kerstboom, 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 kerstboom. Oké, we gaan door met de challenge, want ik ben een challenge bezig. Dit is een vrouw met wenkbrauwen waar je u tegen zegt. Potverdorie. Ik ga nu even zo'n Kai Gorgels grapje maken, oké? Kai Gorgels heeft bepaalde humor, die zo eigenlijk niet per definitie grappig is, maar door de manier waarop hij het doet en heel plat uitspreekt, is het wel grappig. Zoals deze wenkbrauwen bijvoorbeeld. Dat is echt zo van, nou, dan kan je wat 3 voetbalvelden uithalen. Niet dan. Iemand? Thanks. Ik denk dat hier wel een filter op zit. Ja, en dat komt, want het is een beetje... Kijk, je kan het zien aan het feit dat bij de haartjes hier aan de zijkant... Zoom er even op in, editor. Ja. Kijk, daar is het een beetje groenig. Niemand in de wereld heeft groen haar. Oké, sommige mensen wel. Maar hier, niet alleen hier groen. Dit is een filter. What you know about nothing? What you know about me? What you know about winning? What you know about... Eigenlijk zeg heet het Otje. What you know about you? What you know about me? Er staat 2-0. Voor mij. Oké, ik speel vandaag tegen het universum. Als ik iets goed heb, krijg ik een punt. Als ik iets fout heb, heeft het universum een punt. Dit is een zwangere vrouw. Ik mocht het trouwens afvragen. Hey Kelvin, hoe kom je aan deze foto's? Dit is bijvoorbeeld gewoon mijn moeder, toen ze zwanger was van mij. Hey, dit zijn foto's van Instagram. En als er geen filter bij zit, staat er onder hashtag no filter. Want ja, dat is per definitie de waarheid. Hier zit wel een filter over. Dat weet ik zeker. Wel een filter. Ik ga voor wel een filter. 3, 2, 1. Nee!
You can't even do this. Nee. Deze chick heeft een foto op Instagram geplaatst waar ze gewoon onder heeft gezet. No filter. Jawel. Mogol. Ik denk wel dat hier een filter op zit. Maar goed, weet je. Universum, één puntje. Ik twee. Nou, geen stress. Dit is een selfie in een lift zonder filter. Met wel met koffie. Maar filterkoffie. Is het wel of niet filter? Want zij heeft een kopje koffie in haar hand en misschien is het wel filterkoffie. En als het filterkoffie is, dan heeft ze wel filter op de foto, maar er zit niet een filter op de foto. Maar misschien heeft ze ook wel latte macchiato. Ziet er wel uit als een latte macchiato chick, dus ik weet niks, maar... Oké, ik ga voor geen filter. No filter! Hey, I got this. You ain't even done, bro. You ain't even... Dit is een vrouwtje. Niet de meest charmante foto, moet ik eerlijk toegeven. Hey, vandaag moet ik even... Ik heb even iets te zeiken, mensen. You take it or leave it. If you want it or not, I don't care, man. Just don't fucking care, man. Sabote. Ik heb ooit een video gemaakt en daar had ik een foto van een meisje in. En ik zei helemaal niks raars over dat meisje. Het was helemaal niet onaardig. Maar dat meisje was blijkbaar Nederlands. En die keek dan die video. En die wil helemaal flippen. Waarom heb je mijn foto gebruikt? Maar dat was gewoon een foto van social media. Dat was allemaal kut. Je zet een foto op Instagram. Ik zet die foto op mijn video. Waarom is het zo moeilijk? Ik zeg helemaal niks negatiefs. Dan ga je daarna bellen. Fucking, I don't know. Moeilijk doen. De reden waarom ik dat zei is omdat ik zie deze foto. En ik denk, nou, dit is niet de meest charmante hoek die je had kunnen kiezen. Je had ook een andere hoek kunnen kiezen. En een beetje beter licht. Maar ja, dan denk ik, ja, waarschijnlijk kijkt deze chick dan weer mijn video. En die zegt, ah, ik wil niet dat je zo over mij praat. Ik denk dat dit geen filter heeft. Wacht, nee, geen filter. Ik ga voor geen filter. Geen filter. Oh yeah. What you know about a boy with talent, dude? Ik wil heel even de tijd nemen om te zeggen dat jullie de video moeten liken. Want bij 30.000 likes komt er morgen een nieuwe video. Dus doe dat sowieso. En trouwens, hey, Kelsemmer is niet alleen de maand waarin ik elke dag een video upload. Maar waarop ik ook langs ben gegaan bij jullie. Het is het eind van de maand. Ik heb helaas geen tijd meer. Want ik moet ook even naar mijn eigen familie. En even laten zien dat ik nog leef. En dat ik hun zoon ben en zo. Ik ben wel bij jullie langs geweest. 2 dagen. Daar zijn 2 video's van gekomen. Daar ben ik super trots op. Ik wil even een momentje, Kelfam. Listen up. Ik vond die 2 dagen echt 2 van de leukste dagen die ik ooit heb meegemaakt. Ik vond het fucking leuk om jullie gewoon echt ook in jullie eigen huis gewoon kunnen te meeten. Gewoon zeggen, hey Kelfam, what's good? We zijn hier, we chillen hier. Paprikaatje, petje, eske dit. Oh ja, petten zijn trouwens nog steeds 20% korting. Ze gaan naar mijn webshop. Hey, always... maar ik vond het oprecht super leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor alle support. Dit jaar gewoon überhaupt. En dan gewoon vandaag en gisteren en morgen. En alles gewoon al... Mwah. 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 Door met de challenge. Dit is een gast met een hele blokkige hoofd. Stel je voor dat je er zo uitziet, man. Heb je het leven toch uitgespeeld? Kijk, ik ben een van de Mogol hier ook. Kijk, ik ben een Mogol met een Amsterdam trui aan. Het is wel echt een mooie trui trouwens. Je kan niet haten op een Amsterdam trui, broer. Je kan niet haten op een Amsterdam trui. Ik bedoel, geen haat. Dit is wel een filter, 100%. What's the prize, dude? Ik ben nu al miljonair. Daar is zo nog populair. 2000 years later. Alles te danken aan Noah. Many months later. Heb ineens een hele hoop saf. Gewoon 2 foto's van 2 dezelfde guys. Eén dezelfde guy, maar dan keer 2. Dit is sowieso een filter. Als deze guy no filter eronder heeft gezet. He playing, dude. Denk dat dit wel een filter is. Hebben zijn tanden gezien, man, bro? Dat is gewoon, oh nee, dat is gewoon standaard. Dit is een meisje. Dit is typisch zo'n foto. Typisch zo'n chick. Die er trots op is dat ze geen filter gebruikt. Dat zie ik gewoon. Op haar voorhoofd staat gewoon no filter. Zij lijkt een soort van combinatie. Tussen Femke Louise en Lise van Wijk. Kuik. Wijk. Terug naar de challenge. Zij heeft geen filter. Geen filter. Geen filter voor deze chick. Hey. Ooh, baby, I love you. I wanna be with you now. Ik weet niet wat ik met zingen heb vandaag, maar hey, I'm feeling it, man. Ook bij iemand, dit is wel typisch zo'n Nederlandse chick. Ja, ik vind dit echt zo'n Nederlandse chick. Nederlandse chick, als je kijkt, hey, dit is geen filter, no filter. Zij is ook een typisch zo'n chick die voor een muur gaat staan en dan erbij zegt, no filter. I'm pretty from who I am. Wat ook zo is, hè. Iedereen is gewoon mooi, of niet. No filter. Hey man, ik heb deze game unlocked. Ik weet dit. Ik ben fucking goed hierin. Ik ben in alle jaren dat ik op YouTube zit en ik zal je vertellen, ik zit al sinds 2010 op YouTube. Waarschijnlijk het jaar totdat jij bent geboren. Dus oké, ik moet niet lullig doen nu. Het is oprecht een kans dat mensen in 2010 zijn geboren, besef ik me nu net, die deze video kijken. Hey, welkom, join the Kelfam, it's awesome. Ja, dit is een chick, dit is een Nederlandse. Waarom, ik twijfel, heet het af, man. Ik word zo moe van Hey, what's good?
gebeurd. Oké, we gaan door. Dit is iemand. Hé, het lijkt alsof ik haar ken. Ik weet niet precies meer waarvan, maar ik ken haar hoofd een beetje ergens van. Oh ja, Kelsemmer was trouwens ook de maand waarin ik de hele maand hier rode plekken had. Je is waarschijnlijk opgevallen, elke video heb ik het gewoon. Fuck mijn leven. Dit is wel een filter, sowieso. Heb je gezien hoeveel roze shit en zo? I don't even know. Hey, I got. Oh. Ik vind dat zij een mooie kop heeft. Het is niet helemaal mijn type. Ik vind haar een beetje zo van. Maar zij heeft wel een filter gebruikt. Dit is wel een filter. Meisje, als je kijkt, jij hebt gewoon een mooi hoge meisje. Je hebt wel een filter. Hey! Heb je ooit wel eens dat je gewoon een challenge doet en dan beseft, wow, hij is zeg maar fucking makkelijk. Ja, heb je dat wel eens? Dit is een meisje met een kapsel waar je zeg maar tegen zegt, oh, dat is raar. Ja, ik vind dit geen mooi kapsel. Dat zal ik je vertellen. It's not my thing. Goed, dat is mijn mening, hè. Kijk, als je zo'n kapsel neemt, dan moet je ook accepteren dat mensen het niet mooi gaan vinden. Als je op een bepaald moment kiest, weet je, ik ga niet mijn haartjes zo strak doen zoals elke boy, of ik ga niet mijn haartjes blond, slank en slank. Slank haar. En je hebt een soort van blauwe pino-kapsel. Dan moet je ook accepteren dat sommige mensen het niet mooi gaan vinden. Dus bij deze, ik ga het gewoon hardop zeggen. Ik vind het kapsel niet zo heel erg mooi. Maar er zit wel een filter op, sowieso. Filter, hey! Dit is een man bij een muurtje. Waarschijnlijk ergens in een soort van European city. This is an American guy. He's called Chad. He's in Rome right now. And he's visiting some museums. And you know, that's what he's doing. No filter. No filter. Never a filter, dude. Come on. What did I say? No filter, dude. No filter. Dit is een meisje bij een kapotte deur. Sowieso filter. 100%. Filter. Hey, hey, ik zal jullie even één ding vertellen. Ik heb zo fucking veel goed, hè. Ik heb nog nooit een video gemaakt waarin ik zoveel goed had. Het is dus zo makkelijk te zien. Als ik een challenge doe en ik heb zeg maar bijna alles goed, dan weet je gewoon dat het iets niet moeilijk is. Het is niet moeilijk om te zien of er een filter zit op een foto, wel of niet. Wel of niet. Oké, de laatste foto, mensen. Hij is niet makkelijk. Oké, het is een foto van een vrouwtje met een kapseltje die ik niet zo mooi vind, maar wel foto is. Ik denk dat hier geen filter op zit. Mensen, als ik deze goed heb, dan heb ik voor het eerst in mijn leven een challenge 99% volbracht. Mensen, zijn we ready? No filter. No filter, man. We got this. Kelfan, bedankt voor het kijken. Like deze video sowieso, want bij 13.000 likes komt er morgen weer een nieuwe video. Abonneer op mijn kanaal. I love you. See you later. Bye, man. Boom.